Welkom bij de kopen, budgetbak of slopen review, de korte review uh, van Ghostwire Tokyo. De derde game van uh, Tango Gameworks, bekend van uh, The Evil Within 1 en 2. En bekend van het feit dat hun um, oprichter, uh, studiobaas Shinji Mikami is, die we ook kennen van Resident Evil en wat dan ook. Dus horror games, lineaire uh, stuff. Um, en nu krijgen we een... Semi-horror zou ik het willen noemen. Maar voor mij wel horror. Voor jou horror, want jij bent snel bang. <laughs> ja. uh, 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 ook in, uh, in het echt ook of ja. vooral in games. In het echt ook. Oké, okay. ja, ja. Dus nou dus wel, wel minder. Maar... Ja, ja, oké, ja, ik schrik ja. daar wel van. Ja, dat is heel gemeen. Kunnen we <laughs> ja, ze uitknippen? Ik moest het even testen of dat ook wel. Ik dacht, misschien is het wel. Uh, ga je Waar heb je nu een hartklopping of ja. heb ik je net zo? Sorry. Ik dat maar is niet het weet het ook nee. meteen. Ja. Nou, goede game. <laughs> maar dit. Enger? Uh, misschien schrok jij zelf ook wel, sorry daarvan. Uh, enger dan dit gaat het niet worden. Dat is ja. waar, ja. Dat is waar. Dit was enger echt, dan Jelle wordt het niet. nee, dat is, nee. Dat, is, dat, is, dat is heel duidelijk. Dus um, uh, speel je in een, uh, dus een semi horror game, in een, ik zou het dus ook een semi-open-world game uh, noemen, um, namelijk Tokio. En in Tokio zijn alle mensen weg. Um, en het begint op een kleine versie van uh, Shibuya Crossing. Uh, en kijk, en dit is de, de mist die... Leg jij het ja. verhaal eens uit. Doe de, 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 probeer dat eens eventjes. <laughs> nou, um, het verhaal is dus dat uh, uh, de mist iedereen uh, weghaalt. Als dus in de lichamen zijn ook weg. Ze zijn niet per se dood of zo, maar ze worden gescheiden van hun lichaam, hun geest. En, uh, en, en die ja, geest dat? wordt dan gecaptured... door de andere evil spirits die er zijn... Ja. in rare kubussen. En die worden dan omhoog gestuurd van Yudui. You. Ja, en die zijn dan op dat moment eigenlijk naar het Hinamaals echt. Ja. En jij wil natuurlijk een gedeelte redden. Ja, en jouw lichaam ligt daar nog. Want jij was aangereden, dus jij was al dood. Net voordat dit gebeurde. Waardoor een geest van iemand anders, Keke... dus in jouw lichaam kan. Ja. En jou weer tot leven wekt. Dus je bent twee mensen in één lichaam eigenlijk... Ja. Je hebt dus Akito die we hier zien. Ja. Dat was gewoon een letterlijk een, een random dude op een scooter. Die is doodgereden. Ja. Uh, maar zijn zus ligt in het ziekenhuis. En zijn zus draait eigenlijk een, een groot deel van het verhaal om. Uh, en je had kijken, en dat is de detective. Uh, die dan weer toevallig, heel toevallig zelfs, uh, uh, iets wil met de bad guy. die de zus van Keke heeft meegenomen. Ja, want de zus van Keke ligt dus een uh, soort van in coma. Wordt niet echt uitgelegd. Maar ik denk dat ze in coma ligt. Want die bad guy wil haar dus, omdat zij. Uh, eigenlijk in between leven en dood is. Dus, ja. uh, daarom is zij een heel belangrijke link voor hem. En in de bad guy. Te, dat is de bad guy. Ziet er ook wel echt uit als een bad guy. Een beetje ja. Mister robot-vibes kreeg ik ervan. Ja, nou, er, er zitten veel uh, tof ontworpen uh, characters in deze, uh, in, in deze game. De, de, qua, de characters. Zijn, qua hoe ze eruit zien. Ja, gewoon ja. De, de. En dat, is, de, de, dat representeert zich ook naar, uh, naar andere dingen. De game ziet er gewoon, de, de wereld zelf is is met heel veel aandacht en liefde. Kijk, je ziet het hier, het is gewoon alsof je in fucking Tokio loopt. Ja. Uh, Echt heel heel realistisch uh, echt heel erg vet gedaan uh, mooi ontworpen dus ook en en, en, en de, de characters zijn het ook in de, de... cutscene sowieso ik vond maar ik vond ook de trouwens vanaf de, als je overgaat van game naar cutscene vond ik soms houterig. ja zeg maar dan werd het gewoon zwart scherm en dan begonnen weet je wel, dat ja, technisch is de game niet veel ouderwets is het dat, eigenlijk? dat is een heel goed we hebben dit niet gebruikt het woord uh, in de in de de premium review uh, die we ook hebben opgenomen die, die 40 minuten was maar mm -hmm. je de, die, dat je slaat de spijker op de kop deze game is ouderwets ja. Uh, want ook bijvoorbeeld, ik heb hem op de PlayStation 5 gespeeld, ja op de PC. Er, er zijn gewoon, hè, het is een open world, maar dan heb je af en toe gewoon dat je naar binnen gaat in huizen en wat dan ook. En dan is het gewoon zwart. Oude GTA-vibes. Dat. dat ook. Ja. Het is, we, zijn, we zijn inmiddels in 2022, we hebben een PlayStation 5, ik heb het bij andere games gezien, bijvoorbeeld Horizon, die dat, die dat weet je, en dat is niet echt binnen binnen, maar kom op, dit is zo easy. En het is ook te lang zwart, het is niet even nee. een halve seconde. Het is dat even... Je even... Nee, het is, en er is... zijn ook veel cutscenes, ik had echt veel tijd om gewoon uh, even ja. een peukje te doen of zo. <laughs> Oké, okay, nee, ik kan dat, nu dat is... even achterover gaan zitten. Hou ik van hoor, van, van verhalende begin. open world games, uh, ja. uh, dat zeker, ik moet wel zeggen, kijk, hier zijn natuurlijk heel veel dingen, zijn is wel een front, een, een façade, dus ik denk van oh, het ziet er vet uit, maar je kan daar... Je kan er niet in de tunnel ja. eigenlijk niks. Uh, dit is wel Shibuya Station. Dat maakt Station. Het vrij lineair. Ja. Zeg maar. Nou en. Je hebt dus de wereld. Een. Uh, uh, ja. Ik wil niet eens een open map noemen. Het is een map. En um, daarin. Een beetje het Ubisoft principe zijn. Uh, uh, shrines. Sh Shinto shrines. En wanneer je die opent met een bepaald uh, ander soort handgebaar dan deze. <laughs> um, daar dan, dan uh, opent zich ook dat gedeelte van de map, want dan is dus die mist die we net zagen, die kleert daar. Ja. Niemand he heeft wederom uitgelegd waarom de mist op dat moment als jij, als jij in je eentje die, uh, die, met z'n tweeën eigenlijk cleansed. ja de de gate clans, dat waarom ja. dat dan de volgende. En ik had het eerst opneemt, ook helemaal het is, niet door is dat, is dat dat iets deed met de mist. Ik dacht gewoon oh deze gate is uh, corrupted, ik moet dat fixen. Precies. Ja. Maar eigenlijk als iemand die dus open world helemaal niet chill vindt en Heel veel keuzestress heeft, vind ik dat juist wel heel fijn. Dit is net genoeg vrijheid voor mij om uh, die vrijheid ook echt te kunnen voelen, maar net genoeg limitaties dat ik nog niet als, als overwhelmed overwhelmed ben. Overwhelmed ben. Yeah. dus dat vond ik juist heel erg chill, dat ik ja. gewoon niet meteen overal heen kon. Voor mij is het dus gewoon als je het adverteert als, hoe zei je, je in het ding, ja. waar is de minimap Nou, omdat, je, omdat het voelt uh, omdat, ja, ik vond het heel kut dat die niet meedraaide, dat wel. Dus want niet ik vijf, dus. gewoon die GTA minimap gewend, weet je wel. Maar uh, het was heel duidelijk meteen waar ik heen moest. Okay, ik hoefde niet je, de hele map te openen om te checken. waar de, ik Super façade-staf, dus zo leeg ja. is de wereld. Maar, maar nog en waypoints dus maar... zetten vond, vond ik ook heel chill, dat dat kon. Want... Ja, je speelt niet veel open world games. Nee. dat is allemaal natuurlijk super normaal. Ja, <laughs> dat... uh, ja, maar waypoint wordt het niet zetten meer, kan op? je meestal niet. Tuurlijk wel. Ik in oh. elke game kan je waypoint zetten. hebben ja, behalve bij... in elden Ring waarschijnlijk. de ja. ook niet. Nee? Kan nee, het daar niet? Nee. Oh, dat, 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 dan dan, dan legt de game zich daar misschien dan makkelijker uit waar je naartoe moet. Maar misschien ja. dan daar ook niet, hoor. Dat... Ja, dat vond ik in ieder geval chill. Maar wat dat betreft vind ik dus... Kijk, qua, qua smoothheid en hoe het voelt om te spelen... vond ik het vrij relaxed, zeg maar. Ik ja, ja, je, het, je hebt daar, op de, ik, de pc Ik heb me niet gespeeld. zitten ergeren. Ja, ik ontwijs, Namelijk hoe die speelt op de PlayStation 5. Ja, qua controls en zo heb ik me niet zitten ergeren. Nee, ik op, wel. op de pc. Maar uh, dat is ook eigenlijk het, het grootste goede ding wat ik erover kan zeggen, behalve dat het er heel vet uitziet. Ja. Uh, maar qua gameplay wordt het dus heel snel eentonig, want je hebt deze enemies, ja. eigenlijk heb je heel veel van deze. vijf of zes soorten enemies tot nu toe dan. Ik heb, nou, er zijn er wel zeker... meer hoor, dat komt op een gegeven moment ja, natuurlijk gewoon eindbazen. in andere gebieden, je komt heel veel eindbazen tegen, het is allemaal niet... Uh, dat, je, dat je ineens een soort van heel moeilijke enemy-patronen moet gaan doen. Want in principe de AI is eigenlijk ja, is vrij dommig. Ze komen op je ja. af. En je uh, kan ook heel makkelijk sneaken. Als sinds hebben je heel lang niet door. Je kan ja. letterlijk gewoon een rondje om ze heen sneaken. En ze nou, het loopt bijna... zelfs om te sneaken in die ja. game ook hoor. Want, want ja. die, die uh, takedowns vanaf, vanaf achter, zeg maar, die, daar one-shot je eigenlijk iedereen mee. Behalve de echt grote ja. eindbaasdingen. Maar deze soort Slenderman-achtige dingen, ja. die zijn super weak. En het zijn er gewoon veel ja dat dus is dan het moet je en, dus en, hele achter, kijk, en je, je, loopt je loopt gewoon achter achteruit en je schiet ja. en je schiet dat is alle dit is gameplay. de gameplay dit is de gameplay dit is de game echt waar dat is en, inderdaad en dat wat dan we hebben hier ze hier dus mazzel dat het er super vet uit ik vind dit heel cool ja maar het heeft niet zo heel veel sterker nog het heeft echt heel weinig zin want het enige ja. wat dat dus doet is dat het je ietsje ammo teruggeeft dus ja. je kan hem ook gewoon doodschieten krijg je geen nou, ik ben ammo voor, op een gegeven moment ging ik gewoon voorbij rennen ja ik dacht ja ik kan ook gewoon geen ammo uitgeven dan heb ik ook ammo ja dit is namelijk windenergie je hebt ook nog water en vuur uh, dat zijn in principe drie soorten ja, vuur wapens. Ja, is OP. Vuur is gewoon je, je grote heavy geweer. Ja. Um, rocket launcher-achtig ding. Ja. En uh, wind is eigenlijk gewoon een soort uh, pistool. En dan. Uh, dat, ja, ja, en wat water weinig. is een verticale shotgun-achtig iets. Ja. Uh, waardoor dus, je ze ook wel. Maar water doet niet. Ik had niet het idee dat water veel deed. Nee, oh, dat, dit, die vond oh. ik dan wel weer het leukst voelen of zo. Oh, ik maar ik vond het is vuur. meer. Ik heb overal gewoon vuurballen opgegooid, want die was. Je hebt maar vijf kogels in het begin. Ja, klopt. Maar dan met vijf kogels red je het wel. Ja, ja, ah, nee, je hebt ja gewoon zo'n eoi ja, dat is ook zo. En ja met nee, vuur zijn in één keer dood. Ja, dus dat is inderdaad een beetje hoe je dan... En, en, en die, die drie uh, soorten energie, uh, wat dus eigenlijk gewoon drie wapens zijn... die kan je uh, upgraden met... Ja. Nou, ik denk met dat, -points, ik denk dat je heel 15 of 16, dat het wel ongeveer alle skill points... Uh, of, of ja, uh, dingen, unlockables, perks en wat dan ook zijn. Uh, dus daar ben je ook heel snel doorheen. Um, en, en dan blijft er dus inderdaad over, over dat het een semi-open world is met heel veel... Nou ja, ja en de niet hebben we genoeg. Nee, nou ja, er zijn nog wel. Uh, je hebt, side, je hebt de, de main storyline over uh, de zus van, uh, van Akito en, en uh, de bad guy. en Maar ja, mijn dus... story is ook niet heel erg full-fledged. Zeg maar. Het is gewoon, oh, we moeten een story hebben voor, om deze gameplay te justify. Zo voelt het een beetje. Ja, ja, nee, ja nee, ik moet zeggen, soms ik denk dat hoeft een verhaal heel natuurlijk. Ja, nou, ja. Dat, dat zou heel goed kunnen. Ik, moet, ik denk dat. Uh, ik vind het niet altijd erg wanneer een game niet. Ik vind het makkelijk wanneer een game uh, zegt: dit is de thread voor de hele mensheid. En nu moet jij dat in je eentje gaan oplossen. Dan heb ik zoiets: oké, okay, ja. sure. Dan, en dit is wat, wat, wat kleiner. Uh, maar ik moet wel zeggen: uh, ja, uh, deze guy uh, neemt je zusje mee. En uh, alle geesten in Shibuya die zijn, uh, uh, zitten tussen leven en de dood ja. in. Dus ga ze maar redden. Dat vind ik prima. Dat vind ik een vrij leuk intiem uh, uh, verhaal. Uh, ik zat daar wel in. Maar dan heb je ook de sidequests. Uh, en die gaan eigenlijk allemaal om geesten. Dus die daar in die wereld nog in die between zitten. En... Um, ja, nog iets moeten doen voordat ze... Ja. Yeah, uh, nou ja. En dat ze dus niet eens... Absoluut worden. Want ze gaan niet naar het Namaals. Maar je ja, stoort ze. Naar, bij Ed. Inderdaad. Want die heeft waarschijnlijk een soort van ghostbusters kluis. Waarin hij <laughs> iedereen op, opsluit. En, en Totdat namelijk het, het gevaar... Uh, uh, geturnt is wat jij dan hebt gedaan. Dus. Ja. Um, en, en, maar die verhalen van die ghosts. Op... Die zijn gewoon wat... Uh, ja, uitgekleed. Jij vond ze saai. Ik, ik vond het, vond saai, ja. ik vond het af makkelijk. en toe wel. Ja, joh, het, het was is gewoon, toe Mijn knikker ligt in de put, pak hem. Er was een... En dan is die put twee meter verder, pak je een knikker en dan komt er een enemy en dan versla je hem en, de en dan ja. geef je de knikker ergens anders. Of, ja. of niet ook, dat je af en toe. Je hoef je niet eens terug naar de quest giver, ja, nee. dan is het gewoon klaar. Ja. De mooiste die ik tegenkwam was dat je een vrouwtje moet volgen die uh, nog één keer wilde shoppen. Yeah. Uh, en dan moest je dus de ghost volgen naar allerlei winkeltjes waar ze eigenlijk had naartoe had willen gaan. Yeah. En, dan, en dan zegt op een gegeven moment zegt dus uh, deze uh, uh, guy, uh, KK, die zegt van, well this is tedious. Ja. Yeah. Nou, dat is precies de metafoor, Het was niet eens een metafoor, dat van, hij legde uit als, als persoon in de game, hebben ze al gezegd, dat uh, wat je aan het doen bent fucking vervelend is. Ik dus moest ook ik een guy van, chasen ja. en die movement speed van die guy was dus super, super laag. langzaam. En jij loopt best wel snel, dus dan moest je de hele tijd, ja. So, <laughs> en dan denk ik, dat, is, dat vind ik dus ouderwet. Het is ouderwet. Ja. Uh, hoe zeg je dat? Uh, Zo'n missie dat je iemand moet begeleiden. Hoe noem je dat nou? Ja, een, 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 pff, ja, hoe noem je dat nou? maar Dat, dat er ja, steeds waves even van de vrij... enemies uh, ja, ja. op je afkomen. Terwijl jij Precies, terwijl hem... Die guy ja. loopt en jij moet met hem meelopen. Dat ik ja. denk, maak dan die movement speed hetzelfde als jouw karakter. Want dat was vroeger ja, dus kan... super irritant. Oh, dat kan jij natuurlijk niet doen. Ik kan hem met mijn pookje natuurlijk wel... Ja, ja bij ik kan, je kan gewoon W duwen of ja. niet. Ja, ver ja, Oké, okay, ja. dat is ook grappig. En ja, of, of shift inhouden, dan, dan crouch je waarschijnlijk. Is ja. het misschien wel sneller. Maar, ja, dat, maar dat, dat is ook wel weer makkelijk natuurlijk om agile te zijn... als er heel veel enemies op je afkomen. Maar het punt van inderdaad... Groeien missie wat Gewoon GTA 4 shit is ja, uh, dat is gewoon inderdaad ouderwets en heel veel van die dingen zijn dat je dus sommige dingen in de techniek zijn heel mooi, sommige dingen zijn heel erg ouderwets ook in de gameplay-principes, ook in het uh, in de in de in de, in de sidequests. Ja. Uh, dan heb je nog uh, weet ik veel uh, heel veel. Ja, de graphics die zijn vet. De graphics oh. zijn fucking vet en het voelt dus heel smooth op PC zeg maar. Hoe je moet mikken en lopen, ja, make, make Dat voelt the... echt super chill op PC, ik nice. vond het heel heel fijn op, uh, op uh, console. Is het uh, juist heel erg, heel erg laggy. Heel erg raar, delay zit erin. En ah. Ben ik de hele tijd mis aan het schieten? En dan heb je dus de trigger, uh, die, die juist dan heel erg een, een lock uh, uh, is, bijna een auto aim Ja, mis dus... is wel zuur, man, want je hebt echt niet heel veel kogels. Nee, de hele tijd. 20 of zo. Ja, en dan loop je dus en dan de het hele tijd. kost is acht kogels per poppetje of tien. Soms, dus dan moet je in je battle af en toe ergens wegrennen om een soort van weer ja. uh, andere Ether uh, op te slokken. Om, en dat is gewoon uh, ammo. Ja. Je moet af en toe letterlijk gewoon terugrennen om ammo te gaan zoeken. En dat is ja. inderdaad ook. Uh, ja, maar ja. er is wel veel ammo. Ja. ja, er is en... genoeg, maar het is heel vervelend om, een, om, een, om, een, om een, een gevecht uit te rennen. Ja. Om en dan, te dan te ga ik dus gewoon niet enemy. meer terug. Dan denk ik, oké, okay, ik moet daarachter zijn, dus dan loop ik wel om. Ja. Weet je wel, zo ben ik dan, want ik, ik wil dit soort shit altijd vermijden. Um, ja. En dat kan dus heel goed. Je kan heel goed sneaken, uh, maar als één iemand je ziet, ben je klaar. En dan moet je dus gewoon de hele tijd achteruit lopen en schieten. Ja. Dat is eigenlijk de combat. Maar ik, ik ben benieuwd eigenlijk, want ik, ik heb hem nog niet helemaal uitgespeeld. Um, en ik ben wel benieuwd of het ik wil hem eigenlijk wel nog uitspelen om te kijken of het beter wordt. Snap je? Ja, nou ja, ik, ik vind maar jij niet. zegt van niet. Nee, nee. Ik, ik vind gewoon dat de opzet van de game is, klopt voor mij niet. Uh, er wordt te weinig uitgelegd. Uh, uh, gewoon van de vaagheid. Hè? En ik vind mm -hmm. dat, 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 dat je gewoon... De mag, het begint meer te leven, dat soort vage dingen, wanneer je er een leuk verhaal omheen verzint. En ja. uh, als je dat niet uh, gepresenteerd krijgt op een, op een vloeiende manier. Het is uh, zoals... wel uh, een beetje in het water als in het water. <laughs> Letterlijk. Het, ja, ik denk dat het, uh, echt, dat het ook op de achtergrond ligt qua prioriteiten van de... Ja, maar dan makers. moet je gameplay heel sick zijn. En ja. dat is het ook niet. Dus wat nee. het enige wat ze hebben gedaan is een hele mooie wereld. En dan heb je ja. daar nog yokai uh, in. Dus de, die, die katten en, en, en tanuki en andere en honden en andere geesten. Dus die je uh, van wat andere... Nou ja, het zijn niet eens fast quests, maar gewoon zoek dit. Of, of als je collectibles tegenkomt. Uh, die, die zijn er wel. Dus er zitten wel wat open world dingetjes in. Maar het, 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 het voelt niet als een hele volle uitgebreide open world game. En daarom dacht ik op een gegeven moment, dat was ook een beetje tijdens de, de premium review, dat ik dacht van oké, okay, maar um, is het dan zo dat ik de game niet helemaal speel zoals ik hem zou moeten spelen? Dat ik denk van oh, maar dit is een hele charmante, kleine, niet open world game. Die um, gaat om de details, die nee. ik niet snap. Of zo. Ja. Weet je, dat ik denk, van nou okay, maar snap ik het dan niet helemaal? Nou, ik denk, ik ben wel het meeste, Ik speel wel alle hoekjes, kijken en dingetjes. Ja, ik ook. ja Um, maar is, maar is, daar, vind je dat voldoende? Nee, je dat, nee, zoveel gebeurt er nou, ook is weer niet. is gewoon weer dezelfde enemy of weer ja. zo'n potje met goud of ja. weet je wel? Het is niet van je vindt echt sick shit die weet je wel of, of nieuwe skills of. Nou uh, ja, die, die kan je wapens. vrijspelen door dus heel veel enemies te killen maar. Ja, ja. Maar ik, dat zeg ik, het, het, het trok me heel erg naar binnen met de looks. Ja. En als toen ik eenmaal binnen was, dacht ik oh. Ja. Is dit het? Ja, nee, de, de, ja. ik vond het mooi. Je zei we hadden na nou, drie minuten al kunnen stoppen. Het is ouderwets. Ja. Ja. En dat is wat het is. En dan hebben we, uh, ja, je wilde uh, in de in premium review je wilde een cijfer geven, maar dat, dat ja. doen we niet. Nee, ik wil, ik, maar ik wil het heel graag tof vinden. Snap je? Ik, ja. Ik, ja, is dat zo? Waarom? Ja. Omdat, Sommige omdat games waar, tof... hoe het eruit ziet, vind ja. ik wel uh, het spelen waard. Alleen ik vind het dus niet 60 euro waard. Nee. Dus voor mij is het budgetbak. Budgetbak, ik zou ja, voor niet mij slopen. ook. Nee ik, zou het, nee, ik zou het ook net niet willen slopen, nee. want het is nergens nee. echt slecht. Het is alleen, uh, ja, wat, precies wat je zegt: mateloos ouderwets. Uh, uh, dus ik zeg ook budgetbak.